Gedurende het filmfestival kan iedereen in- en uitlopen bij Tent aan de Witte de Witstraat. In de achterzaal kun je kijken naar The Most Electrified Town in Finland, waar de Finse filmmaker en kunstenaar Mika Tanila de bouw van een kerncentrale in beeld brengt. Het is net zoiets als Gojan Scotch, zeg maar. Het is echt heel indrukwekkend. Het is heel mooi gefilmd. Ja. Ik vind het echt een prachtwerk. Yeah, my idea in this installation piece was to show what it is the experience of living in a town where there's nuclear power. In Olkiluoto, it's a small island and there are already two power stations, and now they are building number three. Maar hiermee ben je er nog niet. Wil je echt even loskomen, loop dan door naar de eerste verdieping. Yeah, music. That's a scientific background music. It was invented in the United States over 80 years ago, and it still exists, but very little. Nowadays, if you go to a supermarket or dentist office, you hear most likely radio or somebody playing a Spotify playlist or whatever. But this old music, the traditional background music, beautiful, easy listening, that's what really fascinates me. They should come here, put their ear towards this little speaker and hear the sweet melodies. And I think that the fact that this music is disappearing from public places is really a sad thing. So in a way, my piece, this installation piece here, is like a tribute or homage to old music. Vanaf een van de bioscopen stap je zo over naar de kleine zaal van de Rotterdamse Schouwburg voor Scopitone Café. Iedere avond vanaf 6:15. Ook een aanrader als je geen festivalbezoeker bent, maar wel de sfeer wilt proeven. In de jaren 60 en 70 had je een jukebox waar niet alleen muziekjes in zaten, maar ook filmpjes. Dus het was eigenlijk de voorloper van de videoclip. En dat is een beetje de sfeer en het idee dat we hier willen neerzetten. Een plek waar elke dag een heel ander soort muziek in de picture wordt gebracht met een film. Ik wil gewoon tonen dat eigenlijk een filmfestival is hetzelfde als een muziekfestival. Je kan op allerlei manieren wel muziek consumeren, film consumeren, maar het samenbeleven, daar doe je het voor. Last but not least kun je bij Tea House de kussens induiken voor juist een kopje thee en beelden van filmmakers uit Iran. Wat die kunstenares hier wil laten zien is zeg maar iets van het dagelijks leven in Teheran. Natuurlijk is het niet zonder betekenis dat er een begrafenis is en dat het een begraafplaats is. Maar het is niet zo dat ze dan heel specifiek zegt van ja, maar dat komt hier en daar door. Het is meer een soort indruk die ze geeft, waar je misschien in associatie iets bij kunt bedenken, maar ze legt niet de boodschappen bovenop. Ja, dit was gewoon dichtbij. Ik heb net een film gezien in die grote bioscoop Pathé. En ik denk, ik heb even, dus het zal een dichtbij zijn, was het ook. Maar. Dus daarom ben ik hier even gaan zitten. Het nevenprogramma van het Rotterdamse Filmfestival, Tea House, de kleine zaal in de Rotterdamse Schouwburg en Tent aan de Witte de Witstraat. Geniet ervan.